Deze Love & Feel gaat over La Palette Nude. Dit is een oogschaduwpalet van L'Oréal. Deze kun je krijgen in de Kruidvat, in de Ethos en alle andere punten waar ze L'Oréal make-up verkopen. Hij wordt voor €19,95 wordt hij verkocht. Hij is verkrijgbaar in beige. Er is volgens mij nog een andere versie, maar ik kon alleen beige vinden. De verpakking als eerst ziet er heel mooi en sleek uit. Het is glad zwart met gouden belettering. Alleen een beetje jammer van de stempel die de beveiligingssticker heeft achtergelaten. Op de achterkant vind je een overzicht van alle kleuren die in het paletje zitten. Mocht je nou naar dit paletje grijpen en denken, jeetje, welke kleuren zitten hierin? Nou, op de achterkant kun je het dus vinden. Ook is hij lekker compact. Dit maakt hem best wel handig voor reizen. En je hebt er gelijk heel wat kleurtjes in zitten. Oké, maken we hem open. En dan zie je aan de binnenkant zit een spiegeltje. Is ook erg handig. En dan zie je de 10 kleuren. Daarnaast zit er ook nog een kwastje in. En dit kwastje heeft aan de ene kant een ponsje en aan de andere kant een kwastje. Nou, dan het paletje zelf. In het palet zitten 10 kleuren, 6 matte en 4 glimmende kleuren. Is erg handig, want normaal vind je in de drogisterij niet zoveel merken met matte kleurtjes. En je hebt toch altijd wel even matte kleurtjes nodig voor schaduw of wat dan ook. Dus dat vind ik een hele leuke samenstelling van kleuren. Ik zal het even swatchen. Dit vertelt natuurlijk hoe goed of slecht dit palet is. Ik begin met de lichte kleuren en werk dan langzaam naar de donkere kleuren. Dit zijn de swatches van de kleuren van licht naar donker. Ik vind dat ze echt wel een goede kleur payoff hebben. Ik kan de kleuren goed zien, ook op mijn getinte huid. Deze vallen een beetje in het niets, omdat het een beetje dicht bij mijn eigen huidskleur komt. Maak nog even een rij swatches hierboven met primer, zodat je extra goed kan zien hoe dit blijft zitten en hoe het eruit ziet als je het een goede basis geeft. Nou, dit zijn de swatches met primer, dat is dus de bovenste rij. En je ziet dat de kleur er soms nog wat sterker uitkomt. Maar zo heel veel verschil maakt het eigenlijk niet. Het zal waarschijnlijk wel verschil uitmaken in hoe lang het door de dag heen blijft zitten op je ogen. Maar zoals je ziet, ja, de kleuren zijn echt goede kwaliteit. Het veegt ook niet zomaar uit zoals je ziet. Het zal dus vast goed blijven zitten. En dat is wel belangrijk. Dus voor €20, 10 kleurtjes, vind ik dit eigenlijk best wel een goede deal. Dan zie je dus de donkere kleurtjes tot aan de lichte kleurtjes. Ik vind het paletje is lekker mooi en compact. De kleurtjes die erin zitten zijn van goede kwaliteit. Ook een leuke kleurcombinatie voor elke dag. En de payoff, je ziet het. Het zijn echt kleurtjes die goed te zien zijn. Dus ja, ik ben erg tevreden over dit palet. En voor mij krijgt het een dikke love.